Daar worden ze hard van. Ja. Weet je, dat is een hele leuke. Ik denk dat welke cliché of opmerking of spreekwoord gebruiken, dat die altijd gelden in veel situaties. Mm-hmm. Het gevaar is alleen als je zo'n kreet constant gebruikt. Als je als papa, stoere papa wil zijn en constant tegen je zoon zegt, ah, daar word je hard van. Jongens, huilen niet. Dan ga je dingen inprenten, die gedachten, die stemmetjes. Hè, dat uiteindelijk als ze groter worden, horen ze steeds een stemmetje van een vader of moeder. Dus ik denk dat je op moet letten als het een standaard opmerking wordt als een kindje zijn iets stoot of valt of een teleurstelling heeft, dat je constant één zin daarvoor gebruikt. Mm-hmm. Ook die zinnen mag je ze nu en dan als kinderouder een keer updaten. En op het moment dat je over dit soort kleine leeftijden hebt, of lengtes, is daar worden ze hard van, is wat vroeg. Yeah. Maar op een gegeven moment kun je best een keer gebruiken als je merkt dat het jengelen en dingen zijn, hè? Dit is eigenlijk een wat stoerdere uitspraak voor met vallen en opstaan leren ze het. Die klinkt al vriendelijker. Mm-hmm. Dus er zijn voor dat soort dingen die je toch wilt zeggen, van eigenlijk zeg je gewoon van het hoort bij het leven. En ja, je hebt even pech dan als het nou is, maar los het zelf op, dat is eigenlijk wat je zegt. En in de scala kun je dat van heel vriendelijk en lief, kun je dezelfde boodschap overbrengen totdat daar worden ze hard van. We komen wel eens in Amerika met trainingen en die mentor zegt regelmatig, it sucks to be you. Oh. Ja, en dat zegt ook wel een keer iets van, ja, het is leuk en ik heb het aangehoord, maar het is even pech dan voor jou. En deal daarmee. En ik denk dat dat ook wel bij hoort, als ouder in de opvoeding. Alleen, het is niet één stand. Als je constant die bulldozer ouder bent, dan hou je alles weg. Als je die helikopter ouder bent, als je het constant doet, is het niet goed. Maar je kunt best een keer een pad vereffenen, een stukje, een dag, een week voor een kind. Of als het de eerste keer is dat hij weer iets nieuws doet. En je mag best eventjes wat dingen in de gaten houden. En je mag ook best een keer zeggen van, zoek het lekker zelf uit. Je hebt je eigen problemen veroorzaakt. Kinderen klagen tegen mij regelmatig in het begin over school, een docent, een huiswerk en slecht cijfer en lang een proefwerk. En jongens, ik heb jullie van de week helemaal zien leren. Doe lekker boven tegen jezelf klagen. Klaag niet over het werk wat je niet gedaan hebt. Dat is ook een beetje een vorm van de cliché die je net noemt. Als ik mezelf hoor praten, wat ook belangrijk is, gewoon, het moet congruent zijn. En de spreuk, de keuze van woorden, die moet bij je passen. Plus wat ik net zei, niet altijd dezelfde. Niet altijd als er iets is tegen je zoon zeggen, oh, daar word je hard van. Want uiteindelijk verliest hij zijn kracht, dan wordt het zijn dooddoener. En het wordt ook door de partij niet meer gehoord, want hij wordt maar te pas en te onpas gebruikt. Kun je daar congruent zijn nog iets uitleggen? Is dat zelf als consequent zijn? Dan moet ik altijd even denken. Ik denk dat... Nee, dat is niet hetzelfde. Want je kunt heel congruent zijn, mm-hmm, door niet consequent te zijn elke dag. Maar dan ben je nooit consequent. Nee, wat belangrijk met consequent zijn betekent dat je wat je vandaag bedoelt en zegt en waar je in gelooft, dat het morgen ook nog zo is. En dan kan het makkelijk over 2 weken aanpassen, maar dan zul je diegene in je omgeving waar je afspraken mee gemaakt hebt of wat je doet, zul je daar wel een beetje bij moeten helpen. Als het blijkt dat ik tot deze week geloofde in Sinterklaas en morgen krijg ik het bericht van mijn oude broertje of zusje dat het een groot feest is en dat het toch niet helemaal echt is. En ik geloof dat nieuwe ding, dan ben ik heel congruent, want ik geloof daar ook echt in. Terwijl als je naar consequentie kijkt, gisteren geloofde je in Sinterklaas en vandaag niet, dan zou je kunnen zeggen, je bent niet consequent. Mm-hmm. Nee, consequent betekent dat je het best wel mag aanpassen, maar het moet niet elke dag anders zijn. Hè, met elke wind meewaaien is zo'n mooi spreekwoord. Dat is niet consequent. En wat je ook heel vaak ziet, is dat bijvoorbeeld ouders thuis bepaalde dingen doen en zeggen en regels. Of kinderen hoeven hier niks te doen. En op het moment dat ze op visite zijn bij opa en oma of bij andere mensen, dan moeten ze in één keer in een keurslijf lopen. Ja, dan ben je niet consequent. Het beste is van hoe wil je dat kinderen zich gedragen waar je zelf niet bij bent of waar je naartoe gaat. Leg ze dat uit en doe dat consequent ook thuis. Het is voor kinderen heel lastig als ze met schoenen op de bank mogen springen en vanmiddag gaan we naar een vriendje of vriendinnetje, om daar in één keer te horen te krijgen, hé, niet met schoenen op de bank, blijf zitten, niet rennen en doen. Als een kind hier door het huis mag rennen met de glas in zijn hand, dan is het bijna onmogelijk om dat voor elkaar te krijgen op een fijne manier, dat hij een uur later bij een vriendje dat ook niet doet.
En dan is het fijn om consequent te zijn, om dingen door te voeren. Maar ook voor je partner en het hele gezin weet van wat we wel doen hier, wat we niet doen. En wat als het anders is. Ik kan me goed voorstellen als opa en oma er is, dat we dan iets nettere woorden gebruiken. Dat kan best, maar dan heb je een uitzondering al een klein beetje benoemd. Maar als je niet wilt dat kinderen vloeken of schelden of iets anders, als je dat niet wilt, dan moet je dat thuis ook niet toestaan. Want dat wordt vaak dat wordt voor kinderen heel lastig. Zie je wel helder zo? Of is het nog, Ja, nee, nou snap ik waarom het verschil zit tussen vonkeren en tekens. Ja, ik zeg misschien wel leuk, want we hebben het ook over op één lijn zitten. Hè. Dat is dezelfde gedachtegang, die heeft hier ook mee te maken. Want het kan best wel eens zijn dat je op een gegeven moment ouder wordt en je komt tot inzicht. Of je gaat als ouder een keer naar een themaavond bij een kinderopvang. Of je doet zelf een training met je werk. Dat je in één keer denkt, potverdikke, dat zijn wel eigenlijk nieuwe inzichten. En als ik zo reageer of doe, of mijn gedachten zijn erop veranderd. Dat je dat gewoon deelt. En gisteren was jouw lijn nog zo. En vandaag mag die best wel een beetje in een andere richting op gaan. En het mooie zou zijn als je daar je kinderen of je partner een klein beetje meeneemt. Potverdikke, ik heb gisteren training gehad. En ik heb dan dat geleerd. Wat vinden jullie ervan? Hoe denken jullie erover? Dat zijn geen gesprekken van 5 uur. Maar dan neem je ze mee. En ik moet eigenlijk bijstellen. Want ik merk dat als je een bepaalde mening had, bijvoorbeeld over straffen en belonen. Dat je bijvoorbeeld goed vond dat je iedere keer een euro gaf voor een rapportcijfer. En je hebt gisteren gehoord dat dat ook negatieve gevolgen hebben. Zeg, nou, ik heb dit gehoord. We schaffen de euro's af met het rapportcijfer en we gaan eens even kijken. En dan verandert je op één lijn zitten met je partner uiteindelijk ook. Dan heb je het dus over een euro geven voor een bepaalde cijfer. Bepaald elke voldoende cijfer, krijgt een euro. Of ik weet niet of voor businessmodellen er inmiddels zijn. Ja, van een 5 is een euro eraf en een 6 een euro erbij. En als je een 8 hebt, krijg je 2 euro. Ik weet niet hoe ze nou werken, maar er zijn allerlei methodes. Ook die werkt wel een keer in een bepaald jaar tijd. Maar als voorbeeld dat je op een gegeven moment zegt van, goh, dat vind ik eigenlijk niet meer, want ik beloon ze te veel met geld. Daar sta ik eigenlijk niet meer achter in deze tijd waarin we leven. Wat kan wel of niet? Dan kan je eigen lijn ook daarin veranderen.